We gaan een fijne wandeling maken. Ja. En daarna gaan we aan de snet. Maar we moeten eerst een flink stuk wandelen, ja, dat we de trek krijgen. Ook het smaakt het ook beter. Hè? We gaan richting Gagelveld. De meeste weten jullie dat wel. Gagelveld, daar wil ik iets vertellen over de Gagel. Over de Gagel. Ik heb hem al gewandeld. Maar over de Aderin. Oké. Ik kost wel. Ik ben niet meer zo omhoog. Ik moet twee maar op. En ik ga maar kiezen. Dat klopt namelijk vandaag. Nee, in Lingen en. Kan me toch nog niet. Daar kun je toch weinig aan. Het is niet zo. Het is niet zo. Wat is het? Op een gegeven moment. Maar je kan zich ook melden. S'avonds. Valt wat de boom staan, hè? We komen in de buurt van het vennetje. Gagelveld. Heel belangrijk Gagel. Een heel belangrijk gebied voor de reptielen. Dat zal ik jullie straks even vertellen over de adder. Maar dat doen we als we een stukje doorlopen eerst. Ja? Ja. Oké. Okay. Kijk, heel erg drillend. Ja, rustig naar beneden of naar boven. Boven verplaats je zich. Verplaats je ook op de meer aan. Ja. Ja, dat is een heel mooi stukje. Je ziet hier ook verschillende mossen. Hè? Hier een heel mooie korstmos. Zie je? En dan gewoon hier een normale. Normale mos. Ja.
staan hier aan het Gagenveld. Een heel bijzonder plek is dat. Ik had het over gagel. Hè? Jullie weten wat gagel is? Die welriekende plant. Plant, struik, vooral in vochtige regio's. Komt hier zich veel voor. En die bladeren... Die... Maar het Gagenveld, dat is een heel belangrijk gebied wat ik zei. Want er komt een slang in voor. Geen boa-constrictor. Geen bison. Maar onze adder. Onze adder is de enige giftslang die hier in Nederland voorkomt. We hebben nog meer slangen. We hebben dus de gladde slang. De gladde slang, maar die is niet giftig. We hebben de ringslang, maar die komt hier weer niet voor. Die komt weer bij het IJsselmeer voor. Ik heb hier een kop van de adder. Ik zal direct even rondgaan, laten gaan. En een arm van iemand. Zeker rond de wond. Die zwelt vaak angstaanjagend op. Terwijl de slachtoffer meestal een hevig brandende pijn voelt. Een arm of been kan tot 2 maal zijn normale dikte optellen. Rond de beet gaat de huid kleuren door plaatselijke bloeduitstortingen en donkerblauwe vlekken. De symptomen treden meestal een half uur tot na enkele uren pas op. Dus als je gebeten 2 maal zijn normale dikte optellen. Rond de beet gaat de huid kleuren door plaatselijke bloeduitstortingen. Marit, kom, kun je nog wat zingen? Och, lijkt wel een begrafenis. Wild gekust en zon verbrand. Trekken
Doei.